Er is een lek bij NEC. Dat beweert althans voetbalblad Voetbal International. In het blad dat woensdag verscheen zegt verslaggever Stef de Bond dat er doelbewust gelekt is. En dat is niet voor het eerst. Volgens het blad belandt regelmatig vertrouwelijke informatie vanuit de club bij de lokale media. Tot grote ergernis van de geplaagde NEC-trainer Peter Hubala. Hubala memoreert aan de verhalen die vorig jaar over makelaarskantoor Futuralis de ronde deden. De hele kwestie heeft bij hem duidelijk sporen nagelaten. Er is een beetje vertrouwen weg en dat vind ik heel erg, zegt de trainer tegen VI. Als dan ook Danny Hoekman in VI mag leeglopen over zijn ervaringen bij NEC, weet Hubala helemaal niet meer wat hem overkomt. Opnieuw hangt iemand in dienst van de club de vuile was buiten. Het blad citeert een medewerker die liever anoniem wil blijven. Dit is typisch NEC, aldus de medewerker. Elk jaar opnieuw. Deze club wordt al tijden in een wurggreep gehouden.